Nou, wethouder, we staan hier in het Huis voor de Stad. We hebben net een presentatie gehad over de foodsector in Helmond. Die schijnt heel erg groot te zijn, maar ik denk dat een heleboel mensen dat niet weten. Hoe komt dat? Ja, de foodsector in Helmond is inderdaad heel erg groot. We hebben 3 speerpuntsectoren. Dat is de maakindustrie, dat is de automotive en dat is food. Als je kijkt naar de banen in de industrie, dan is de food de tweede sector van Helmond. Er zijn heel veel bedrijven hier, en bijvoorbeeld een Huibrex, een Arisa, die ongelooflijk bekend zijn in de foodwereld. En die iedereen van ons eigenlijk ook iedere dag meemaakt. Omdat de poedertjes in heel veel producten zitten. Of het diksap wat je drinkt. Maar dat zijn dingen die je niet bewust van bent, dat die hier in Helmond op het industrieterrein zitten. En Helmond zit tussen de peel als landbouw en deel van de Brainport-regio, de tech. Dus de combinatie tussen techniek en food, ja, die is hier eigenlijk heel natuurlijk ontstaan en heel groot geworden. En we hebben begrepen dat er een soort clubhuis komt in Helmond, waarin bedrijven uit de foodsector samenkomen. Kun je daar iets meer over vertellen? Jazeker, Foodtech Brainport. Dat is een aantal jaar geleden opgericht en dat gaat nu de volgende stap maken, als de gemeenteraad er na de zomer ook mee instemt. En dat is een plek waar een heleboel bedrijven zitten die hele innovatieve dingen doen op het gebied van food. En wat een clubhuis gaat worden, nog meer dan het nu al is, voor Food Connection Zuid, daar zitten de grote foodbedrijven samen ook in. Voor de innovatiecoalitie rondom eiwittransitie van de provincie. We gaan steeds meer van dierlijke naar plantaardige eiwitten. De provincie hecht daar veel belang aan. Doet dat op verschillende plekken in Brabant en deze plek is specifiek voor food processing. En Next Tech Food Factories van, de term hoor je tegenwoordig vaak Brainport. Vanuit het Landelijk Nationaal Groeifonds, die hier ook op dat vlak een aantal hele mooie dingen gaan doen. En die komen daar allemaal bij elkaar. En ook het onderwijs gaat daar vaker naartoe gaan dan ze nu al doen. Nu komt het onderwijs er ook al regelmatig. Maar zelfs tot aan de middelbare scholen gaan we aan de slag dat jongeren daar leren hoe food werkt. En ook hele leuke projecten kunnen oppakken. Hele leuke projecten. Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat gaan leerlingen daar leren? Nou, we zijn volop bezig met de scholengroepen om te kijken hoe we dat inrichten. We willen in ieder geval dat jongeren snappen hoe food uiteindelijk op je tafel komt. He, dat melk van een koe komt is één, maar hoe komt het vervolgens in producten? Hoe wordt dat vervolgens verwerkt? Nou, dan kun je op het gebied van scheikunde natuurlijk allerlei interessante proefjes bedenken, waar jongeren mee aan de slag kunnen om daar ook veel meer feeling bij te krijgen. Nou, dat zijn het soort dingen die we daar samen met de scholengroepen gaan uitwerken. En hoe gaan jullie dit plan voor het clubhuis en educatie verder uitrollen en kenbaar maken? Nou, er is nu een visie gemaakt door het bedrijfsleven, door het onderwijs en door de gemeente. Daar mag de gemeenteraad eerst iets van vinden. Op het moment dat die net zo enthousiast zijn als dat wij zijn, dan gaan ze daar volop mee aan de slag, gaan ze dat verder neerzetten en dan gaan ze dat de komende jaren steeds verder ontwikkelen. En ja, dan zul je dus zien dat steeds meer scholieren uit Helmond daar aan de slag kunnen, steeds meer bedrijven daar naartoe komen om een volgende stap in de ontwikkeling te maken. En steeds meer bedrijven die daar zitten doorgroeien naar andere plekken in Helmond en de regio, omdat ze zich als bedrijf doorontwikkelen. En dat doet een stichting die Foodtech Brainport heet en die brengt dus al die dingen bij elkaar en die gaat dat mee begeleiden.